In aflevering 160 heb je kunnen zien hoe we schanskorf toe hebben gepast in een schutting. In deze aflevering 181 gaan we er een bankje van maken. Het is namelijk echt een flexibel product en ik ben wel fan van dit product, aangezien het ook mooi kan combineren met hout. Kan echt mooi afsteken als je de goede combinatie qua kleuren bij elkaar zoekt. Zoals gezegd gaan we in deze aflevering er een bankje van maken, maar je zou bijvoorbeeld ook een bijpassend bijzettafeltje van kunnen maken. Zoals gezegd ben je met deze panelen redelijk flexibel. Eigenlijk kun je echt alle kanten op. Je zit alleen aan de maat van deze, noem maar even, hokjes, deze vakjes, daar zit je even aan vast. De panelen zelf hebben een afmeting van 2 meter lengte en 1 meter breedte. En je ziet dat er een dubbele staaf in het midden is verwerkt. En zo kan je het eigenlijk selecteren als stukken van 1 meter bij 50 centimeter. Daar zijn er dus 4 van. Of 2 stukken van 1 bij 1. En noem maar op. Je kan hem natuurlijk ook hier gewoon doorslijpen. Het kan eenvoudig met een haak slijpen. Je zou er ook een betonschaaf voor kunnen gebruiken. Los van deze matten zijn ze er ook in 30 centimeter breedte. We maken van deze gaaspanelen een rechthoekige bak. Dat zal later ons zitje worden. Deze bak heeft een formaat van 50 centimeter breed en 2 meter lang. En hij zal 30 centimeter diep worden. Zo passen er precies 2 planken op. Dat zul je later ook weer terugzien. En zo hebben we even een mooi zitje gemaakt. We hebben daarvoor nodig een voor- en een achterkant van 2 bij 50 centimeter. Een onder- en een bovenkant van 30 centimeter breed en 2 meter lengte. 2 kopse stukken voor bij de uiteindes. En hier hebben we ook 2 van voor in het middengedeelte. Om ervoor te zorgen dat hij niet uit kan buiken door het gewicht van de keien. Je kan los van het gebruik van stenen ook kiezen voor glazen blokken. Dat zie je wel vaak. Maar bijvoorbeeld ook kokosschillen. Welke een grote diameter hebben. Zullen hier niet doorheen vallen. En zo krijg je een echt mooie natuurlijke afscheiding. Je ziet hier al wat voor vorm ons bankje ongeveer gaat krijgen. Het wordt echt een rechthoekje. We hebben de kopse kanten en deze tussenschotten alvast gemonteerd aan 1 zijkant. Dan kunnen we nu het andere zijkant er tegenaan zetten. De bodem en de bovenkant doen we op het laatst. Op deze manier zullen we echt al de vorm krijgen. Belangrijk is wel om de panelen op de goede manier te plaatsen. Er zitten namelijk aan beide kanten zitten draden. Deze zijn aan elkaar gelast. En die draden dien je wel tegen elkaar aan te zetten. Straks in een close-up zul je beter zien wat ik precies bedoel. Anders past namelijk je klem er niet makkelijk omheen. En met speciale ringetjes worden deze vastgezet. Dergelijk tang wordt geleverd met een magazijn. Dit magazijn heb ik er even afgehaald. En op deze manier kom je makkelijker tussen de vakjes. Hier zie je de 2 draden welke tegen elkaar aan moeten zitten. Op deze manier krijg je namelijk je tang er goed omheen. Mochten die verder van elkaar af zitten doordat deze draden er nog weer tussen zitten, dan krijg je de klemmetjes niet goed aangeknepen. De klemmetjes zitten aan elkaar verlijmd in een soort reep. En dan kan je gewoon met je tang eentje zachtjes inknijpen en dan trek je hem eraf. En op deze manier verbind je de panelen. We doen dit op een paar punten zodat we echt een goed stevig geheel krijgen. Nu ons geraamte zo goed als klaar is, kunnen we het zogenaamde onderkant toevoegen. Deze leggen we erop. En hier zullen we ook weer met dezelfde klemmetjes gaan werken als waar we de zijkanten en de kopskanten mee vast hebben gezet. We kunnen ze er eenvoudig omheen knijpen. En we gaan straks ook nog een deksel toevoegen. Die laten we eerst aan 1 kant open. Dat zul je straks allemaal goed terugzien. Laten we aan 1 kant open zodat we hem open kunnen zetten. En op deze manier kunnen we mooi de keien alvast vullen. Dan klappen we hem weer dicht. En dan is onze schanskorf klaar. We hoeven alleen nog maar een zitje te maken. Het bovenste gedeelte zal eerst fungeren als een soort deksel. We zullen de lange zijde vastzetten, zodat we hem open kunnen zetten en eenvoudig de keien kunnen toepassen. Mocht je nou niet de betonnen fundering als ondergrond hebben, wat wel aan te raden is, dan zou je nog kunnen werken met opsluitbanden. Dat leg ik je graag even uit. De opsluitbanden zul je over de lange zijde moeten plaatsen. Je plaatst dus 2 tegen elkaar aan, dan heb je zo'n 30 centimeter. En die plaats je dus in lange banen. Mocht je nou
hoger gaan dan zo'n 60 tot 70 centimeter, dan adviseren we om ook verankering aan te brengen, zodat je korf niet om kan waaien of omvallen. Hij zal namelijk best wel wat gewicht hebben en als ze eenmaal gaan hangen, dan gaan ze al vrij snel helemaal om. Die verankeringen kan je aanbrengen door deze 4 bij 4 centimeter ASB paaltjes aan te brengen. Deze hebben we in diverse lengtes verkrijgbaar bij Gadero en kun je dus mee bestellen. Deze plaats je om de, laten we zeggen, 40 tot 50 centimeter maximaal hard op hard door het gaas heen. En op deze manier doen ze net iets onder je deksel aan te brengen, kan je ook weer dat gedeelte vullen met keien en zul je de lelijke piketpaaltjes niet terugzien. Deze zullen toch voor 2/3 de grond in moeten en zullen ervoor zorgen dat hij niet om kan vallen. Er zijn ook stijgenbuizen mee te bestellen. Dit zijn metalen buizen en ook die doen eigenlijk hetzelfde als de ASB piketpaaltjes. We kunnen gaan beginnen met vullen. Voordat we gaan beginnen met vullen, zetten we uiteraard de korf op zijn plek. De lege korf is nog te tillen, maar als je hem eenmaal gevuld hebt met stenen, is hij natuurlijk niet meer te tillen. Ben je nou benieuwd wat er allemaal mogelijk is qua vulling? Kijk dan op gadero.nl/tv bij aflevering 181. Met deze draadzadels maken we onze zitting vast. We pakken simpel twee planken. Deze leggen we erop en we verdelen de tussenruimte. Zorgen dat we aan de achterkant iets oversteken, zodat we eventuele bolling, welke wij wel wat hebben, hij begint toch wat uit te buiken. Die vangen we dan mooi op en bedekken we alsnog. We zetten hem vast met vier van deze draadzadeltjes. En uiteraard kan je hiermee mooi combineren met de kleurencombi van het grind en je hout. Je kan bijvoorbeeld een heel lichtgrijze pebbles variant mooi combineren met padoek. Hier vind je ook foto's van terug op de website. Aan de achterkant kunnen we er nu nog bij met de klemmetjes. Je zou dit eventueel ook even vast kunnen zetten met tie rips. Aangezien die toch onder je plank zit, zul je het niet meer terugzien. Je zou hier zelfs nog een leuning achter kunnen maken. Wij plaatsen hem hier tegen een wand aan, dus je kan hier prima zitten. En dit is ook een mooie hoogte om even fijn te zitten. Die 50 centimeter is prima. Dit type steen heeft een wat gelige, gekke pulpvorm. Deze kunnen we eraf spoelen met de tuinslang. Het zal er na een paar regenbuien ook automatisch vanaf spoelen. Maar aangezien we al een zitbankje hebben gemaakt, deze zal toch het water grotendeels opvangen. Beter is dus om het gelijk maar even af te spoelen. En je ziet gelijk al het pulp eraf lopen en de originele kleur van de steen terugkomen. Deze gaaspanelen zijn van verzinkt staal van maar liefst 5 mm dik. Zo heb je echt een mooi duurzaam product. Je zou de duurzaamheid nog kunnen vergroten door het geslepen kanten. Tijdens het slijpen heb je toch dat je de zinklaag als het ware beschadigt. Dit kan je weer aanstippen met een speciale zinkverf. Verder raden we aan om de 10 centimeter de ringetjes te plaatsen. Zo zorg je voor een mooi stevig geheel. En als je breder gaat dan zo'n 30 centimeter, maak dan gebruik van de ijzeren buizen of de hardhouten piketpallen zoals eerder vermeld. De tussenschotten, welke wij op zo'n 65 centimeter hard op hard uit elkaar hebben geplaatst, zorgen toch niet voor genoeg stevigheid. Zoals ik eerder al zei, hebben we aan de achterkant toch nog een klein buikje. Dat wil zeggen dat de gaaspanelen wat uit elkaar worden gedrukt door het gewicht van de keien. Je zou dit op kunnen lossen door de tussenschotten onder ongeveer 40 centimeter te plaatsen. En dan heb je misschien iets meer schotten nodig, maar zorg je wel dat je een mooi strakke lijn van je schanskorf hebt. In deze situatie hebben we gekozen om er een bankje van te maken. Je zou natuurlijk ook een bijpassend bijzettafeltje kunnen maken. En je zou hier zelfs nog een hoekstuk aan kunnen maken dat je de hoek omgaat. Je bent echt flexibel met dit product. Omdat je de losse panelen eenvoudig op maat kan slijpen met een haakse slijper, kan je eigenlijk elke gewenste afmeting maken. Zorg voor de tussenschotten om de zo'n beetje 60 centimeter. Zo krijg je
niet dat er flink uitgebuikt wordt. Je zou dit alsnog wel een beetje kunnen krijgen. Wij hebben het hier ook een beetje aan de achterkant, maar hebben dat mooi verdekt met deze planken. Je zou er natuurlijk ook gewoon een erfafscheiding van kunnen maken tussen twee tuinen in bijvoorbeeld. Als je daar een laag stukje af wil scheiden, kan dat perfect met deze schanskorven. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 181 van Gadero TV. Ben je nou benieuwd welke materialen en welk type vulling je kan gebruiken? Bekijk dan op gadero.nl/tv en klik op aflevering 181.